Mario, eerste competitiewedstrijd, een driepunter. Hoe heb jij deze middag beleefd? Deze middag was gewoon top. Als je dan kijkt van dat de afspraken die je van tevoren maakt om de tegenstander in balbezit te zorgen dat je ze vast gaat zetten. En de opdrachten werden dus goed uitgevoerd met betrekking tot de analyse die ik heb gekregen. Daar ben je alleen maar blij als trainer. Ja. En je zag de vreugde van de spelers na afloop. Wat doet dat met je? Ja, je kijkt naar die spelers toe en dan denk je van, dat is lekker. We hebben een prima voorbereiding gehad, 7 weken. Nou, we zitten in de 8e week. En dan, als je dan kijkt van de resultaten die we de afgelopen weken geboekt hebben, dat wil gewoon zeggen gewoon dat ze erin gaan geloven en het plezier straalt er dan vanaf. Ja, maar geweldig natuurlijk. Toch was er een klein smetje met 2 jongens die toch met een blessure uitvallen. Ja, ze vallen, en dat is dan raar dat ze de hele voorbereiding iedereen fit. En dan de eerste competitiewedstrijd raken de 2 met hamstringklachten. Ik ben heel positief. Hamstringklachten vallen ze uit. Ik hoop dat ze op tijd hebben aangegeven, zodat ze niks geschud hebben. Ja. Volgende week RVC. Weet je er al iets van? Ik weet nog niks van RVC. Het enige wat ik weet, dat ze vandaag gewonnen hebben met 0-1 volgens mij van Dokos, als ik me niet vergis. Dus dat wil zeggen dat die uitspelen en dan 3 punten meenemen naar huis, dan moeten we er zeker rekening mee houden. Nou, in ieder geval volgende week weer op naar nieuwe 3 punten. Zeker weten.